Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u. Amen. Amen. Amen.
Maar oudsher geldt het voorschrift dat iemand die tot bisschop wordt gewijd, ten overstaan van het volk wordt ondervraagd over zijn vaste wil om het geloof te bewaren en zijn ambt trouw te vervullen. Daarom verzoek ik u, dierbare broeder, te willen antwoorden op de volgende vragen. Zijt ge bereid het ambt dat ons door de apostelen is toevertrouwd en waarin u door het opleggen van de handen deel gaat krijgen, met de genade van de Heilige Geest heel uw leven te vervullen? Zijt ge bereid het evangelie van Jezus Christus getrouw en zonder ophouden te verkondigen? Ja, dat wil ik. Zijt ge bereid de rijkdom van het geloof, zoals deze vanaf de apostelen in de kerk is overgeleverd, trouw en zuiver te bewaren? Ja, dat wil ik. Zijt ge bereid om u in te zetten voor de opbouw van Christus' lichaam, de kerk, in gemeenschap met de andere bisschoppen en onder de leiding van de opvolger van de apostel Petrus? Ja, dat wil ik. Zijt ge bereid trouw en gehoorzaam te zijn aan die opvolger van Petrus? Ja, dat wil ik. Zijt ge bereid om samen met uw priesters en diakens een goede vader te zijn voor het gelovige volk en het voort te gaan op de weg van het heil? Ja, dat wil ik. Zijt ge bereid het op te nemen in de naam van de Heer Jezus Christus voor armen, vreemdelingen en allen die in nood zijn? Ja, dat wil ik. Zijt ge bereid zonder ophouden tot de almachtige God te bidden voor de belangen van uw volk en uw taak als eerste van uw priesters onberispelijk te vervullen? Met de hulp van Gods genade, ja. Ik bid dat God, die dit goede werk in u begonnen is, het ook mag voltooien. Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Heilige Maria, Beg for all, Heilige Tadeus, beg for all.
Saverius. Venora. Heilige Pastor van Asch. Venora. Heilige God der Liebe. Venora. Heilige Katharina van Siena. Venora. Heilige Theresia van Avila. Venora. Salige Damia. Venora. Salige Johannes de 23ste. Venora. Alle Heiligen van God. Venora. Wees ons genadig. Thank you.
God, Vader van onze Heer Jezus Christus, Gij zijt barmhartig en schenkt ons altijd uw troost. Gij woont in een hoge en draagt zorg voor alles. Alles kent Gij, nog voor het bestaat. Gij leidt uw kerk door uw genadevol woord. Vanaf het begin hebt Gij alles vastgelegd. Gij hebt Abraham tot het geloof geroepen en over de velen die na hem geloofd hebben, hebt gij leiders en priesters aangesteld en nooit liet gij uw heiligdom zonder bediening. In uw uitverkorenen hebt gij uw heerlijkheid willen vinden alle eeuwen door. Geef thans aan deze dienaar Johan, die gij gekozen hebt, de kracht die uit uw woord komt, de geest van leiderschap en gezag, die gij gegeven hebt aan onze geliefde Zoon Jezus Christus, de geest die hij geschonken heeft aan zijn heilige apostelen. Uit deze kracht hebben zij uw kerk gesticht van plaats tot plaats als uw heiligdom tot onverhankelijke lof en eer van uw naam. God, hij kent de mens. Hij kent ook deze dienaar die gij tot bisschop hebt uitgekozen. Maak hem in uw dienst tot een goede herder van uw kudde, tot een trouwe hoge priester, die u dag en nacht onberispelijk dient, die voorgaat in het offer van uw kerk en voor haar uw genade afsmeekt. Geef hem door de kracht van de Heilige Geest de volheid van het priesterschap, om overeenkomstig uw opdracht de zonden te vergeven, naar uw beschikking uw ambtsdragers aan te stellen, en alle knellende banden te breken met de macht die gij, uw apostelen, gegeven hebt. Geef, Vader, dat hij u als een welgevallig offer aangenaam zal zijn in goedheid en oprechtheid. Dit vragen we u door uw Zoon Jezus Christus, die u verheerlijkt en die met u en de Heilige Geest leeft in uw kerk, nu en in de eeuwen der eeuwen. De Almachtige God heeft u doen delen in het hoge priesterschap van zijn gezalfde. Moge hij u geheel vervullen met de geur van deze zalving en door zijn rijke zegen uw taak vruchtbaar maken. Thank you.
Ontvang de meter. Laat de glans van heiligheid in uw stralend licht zijn, zodat gij de nooit verwelkende krans van de heerlijkheid moogt ontvangen, wanneer de grote herder zal verschijnen. Neem uw staf in uw hand als teken van uw herderschap in Gods kerk. Zie toe op heel het bisdom waarover de Heilige Geest u heeft aangesteld om Gods kerk te hoeden. En zusters, als gelovige gemeenschap laten wij nu met vreugde samen ons geloof belijden. Thank you.
smoor de Heere toch uit uw handen aan u. God loop aan eer van zijn naam. God waar zijn van ons en van de Heer en de Heilige. De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. Verheft uw hart. Wij zijn met ons hart bij de Heer. Brengen wij samen dank aan de Heer onze God. Hij is onze dankbaar bij de hart. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Gij hebt uw enige geboren Zoon gezalfd met de Heilige Geest en hem aangesteld tot hoge priester van het nieuwe, altijd durende verbond. Gij hebt gewild dat dit priesterschap van uw gezalfde altijd voortleeft in uw kerk. Het volk van de verlosten maakt hij tot een koninkrijk van priesters. En uit liefde tot zijn broeders en zusters kiest hij mensen uit hun midden die door handoplegging deel krijgen aan zijn priesterlijke bediening. Zij hernieuwen in zijn naam het offer van de verlossing en richten voor uw kinderen het paasmaal aan. Zij gaan uw volk voor in liefde, voeden het met uw woord en sterken het met uw sacramenten. Zij zullen hun leven geven voor u en voor hun broeders en steeds meer op Christus zelf gaan gelijken. Zij zullen voor u getuigen van hun onverbrekelijke trouw en liefdevolle toewijding. Daarom verkondigen met alle engelen en heiligen ook wij uw heerlijkheid en zingen u toe vol vreugde. Aan ons heeft toevertrouwd.
Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, heeft hij brood genomen en tot u in dankzegging gebeden. Hij heeft het gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Na de maaltijd heeft hij ook de beker genomen, in dankzegging tot u gebeden, en hij heeft hem aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Excellentie, bischop-elect van Antwerpen, Monseigneur Johan Bonny, zeer geliefde broeder in Christus God, genade en vrede van God de Vader en onze Heer Jezus Christus, zij met uw excellentie. Met bijzondere vreugde werden wij door uw excellentie met een brief van 12 november jongstleden op de hoogte gebracht over uw benoeming tot bischop van Antwerpen. Met deze patriarchale woorden houden wij eraan u in naam van ons ecumenisch patriarchaat en in onze persoonlijke naam oprecht te feliciteren voor de verheffing van uw excellentie tot de bisschoppelijke waardigheid. En hierbij wensen wij u gezondheid toe, evenals de steun van boven voor de succesvolle vervulling van het hoge dienstwerk waartoe u geroepen bent. Bij deze gelukkige gelegenheid houden wij er tevens aan u te feliciteren en te danken voor alles wat u gedaan hebt tijdens uw dienstwerk in Rome, heel in het bijzonder voor de heilige zaak van de eenheid van allen en vooral voor uw bijdrage in het nog nauwer maken van de banden tussen de zusterkerken van Rome en Constantinopel. Bij deze richten wij uw gelukwensen van het Heilig Centrum van de Orthodoxie en onze patriarchale zegen tot steun. Hierbij laten wij u weten dat uw bisschopswijding zal worden bijgewoond door de vertegenwoordiger van het Ecumenisch Patriarchaat en van ons persoonlijk, onze broeder, zijn eminentie, metropoliet Pantelimon van België, en wij smeken over u af de genade en de oneindige barmhartigheid van God. 28 november 2008, de geliefde broeder in Christus van uw excellentie, Bartholomeus van Constantinopel. Van de drie wijzen uit het oosten, uit het evangelie van vandaag, horen wij dat ze na hun ontmoeting met het kind Jezus en zijn moeder Maria langs een andere weg van Bethlehem naar het land terugkeerden. Een paar weken geleden ben ook ik zelf langs een andere weg naar mijn eigen land teruggekeerd. Gods wegen volgen niet steeds onze kaarten. Je leest het op vele bladzijden in de Bijbel. Hoewel, anders dan voor de drie wijzen uit het evangelie, leidde mijn tocht niet naar een kleine stal in een vergeten dorp, maar naar een imposante kathedraal in een stad met naam en faam. In de kerkgemeenschap van het bisdom Antwerpen mag ik vandaag een nieuwe thuis vinden. Een thuis als gelovige met de gelovigen, als een leerling met de leerlingen, als een zoeker met de zoekers en als een herder samen met allen die in deze kerkgemeenschap een taak of een zending op zich hebben genomen. Mogen thuiskomen in een nieuwe kerkgemeenschap is een genade en ook een avontuur, waarvoor ik de Heer en u allen dankbaar ben. En waarover ik vandaag ook Gods zegen afsmeek samen met u. Aan een bisschop is het herderschap over een plaatselijke kerk toevertrouwd. Dit herderschap in het bisdom Antwerpen wil ik graag opnemen met vertrouwen en ook met bescheidenheid. Met vertrouwen, omdat onze echte herder, de goede herder, Jezus Christus zelf is. Hij is het die ons verenigt en die ons voorgaat
met de kracht van Gods liefde. Herder wil ik ook zijn met bescheidenheid, omdat deze plaatselijke kerkgemeenschap al veel langer bestaat dan vandaag. Omdat ze gedragen is door de inzet en de edelmoedigheid van velen. Gedreven ook door een oprechte liefde voor het evangelie en een diepe bewogenheid voor mensen met hun grote noden. Wat de Heilige Geest hier heeft opgebouwd, lang geleden al, of in de laatste tijd, is een huis met vele kamers, waaraan ik verder mag bouwen, samen met u. De Onze Lieve Vrouwenkathedraal, onder wiens brede gewelven we hier samen zijn, is daarvan het mooiste symbool. Het is een prachtige erfenis om fier en gelukkig mee te zijn. En tegelijkertijd een brede open ruimte die wacht, die ernaar hunkert om mensen samen te brengen. Mensen van vandaag, verzameld rond het woord van de Heer en rond de tafel van de Eucharistie. De ruimte is ons alvast gegeven, de levende aanwezigheid, daar kunnen alleen wij voor zorgen. Samen met de drie wijzen uit het oosten staan wij vandaag voor het kind in de kribbe. Vandaag kijkt Jezus ons nog aan met de ogen van een weerloos kind. Morgen kijkt hij ons aan met de ogen van een volwassen man. Onder ons wil Jezus groeien tot de volle maat van zijn gestalte, groeien in ons persoonlijk leven, bij ons thuis, in onze vele gemeenschappen en groepen, in onze dagelijkse leefwereld. Hij wil zijn woord spreken door onze taal en door ons getuigenis. Hij wil zijn liefde doorgeven aan zieken, aan armen of ontheemden, door onze handen en door onze solidariteit. Hij wil ons optrekken uit dalen van zwakte of van zonde door de kracht van zijn verrijzenis. Hij wil ons aanspreken bij onze eigen persoonlijke naam en ons roepen, ieder voor een eigen en een onvervangbare zending. Hij wil ons ook ontmoeten in de Eucharistie en sterken met zijn lichaam en zijn bloed. Hij wil ons samenbrengen, verbonden met elkaar en verbonden met hem, als leden van zijn lichaam dat de kerk is. Thank you.
De Heer zij met u. En met uw geest. De naam van de Heer zij gezegend. Van uw God en heerlijkheid. Onze hulp is in de naam van de Heer. Die hemel en aarde de macht heeft. En zegene u dan de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen.